Yo, met Van een Gamekanaal, we zijn weer terug in Pokémon Colosseum. We gaan nu verder waar we de vorige keer gebleven waren, we moeten nou weer naar boven. Waarom loopt iedereen zo moeilijk in dit spel? Please, we gaan omhoog, want we moeten naar Mirror B, want die zit in die cave. Den holbewoner. 20 fps en dan gaan we weer naar de 30, dadelijk. Wat nou? Hè? Ah, ga weg man jij. Hunter Dokken. Would like to battle. Hunter Dokken sent out Quillfish and Goldeen. Go, Croconaw en Espeon. Okay. Confusion of Goldeen. Daar gaan we. Oké, Croconaw is uit zijn shadow dingetje, iets. Oké, dan. Shadow Rush op Quillfish. Oké, bam. Oh, fuck. Ik heb Quillfish net uitgemaakt. Weer een Shadow Pokémon minder. Jeffrey, je bent goed bezig. Liloon. Jeffrey, je bent echt goed bezig. Tot nu toe heb je bijna elke Shadow Pokémon wel doodgemaakt. Goldeen! Croconaw! Shadow Rush op Goldeen, please. En dan een Confusion op Liloon. En dat zal wel meer dan genoeg moeten zijn. Niet. What the fuck? Odorsloof. Ah, zo. En voor ik dronken kwam, mijn stem begon een beetje kloot te doen. Zo. Oké, we hebben nog steeds een Liloon hier en die gaat zo dadelijk dood. Alleen, nou moet ik dadelijk aan uitkijken, want hierna komt wel een hele andere baas. Tenminste, baas. Ja, het is eigenlijk wel een baas. Dudere param. Dat was fun. Ja, je verloor. Deuzige. Oh, hij is niet slim. Let me in. Mirror B, waar ben jij? Daar staat nog iemand. Wat is hier dan? Een kistje. Een etter, 3. Ik heb 3 fucking etters. Niet als in een kind wat een etter is, maar een etter als in een etter. Als in PP restore. En zo. Zou ik die dude kunnen ontwijken? Haha, nailed it. Eens kijken. Daar zit waarschijnlijk iets, maar daar heb ik geen zin om naartoe te gaan. Wat zit hier? Niks. Dan gaan we hier naar boven. Is hier iets? Is hier iets? Hallo? Hallo? Is hier iemand? Oh, zo'n kutwijf daar. Maar die heeft me niet gezien. Is Mirror B daar ergens?
Ah, dit is alleen maar voor een stom kistje. Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Daar ga ik niet aan beginnen. Ik ga niet voor een verrekt kistje ga ik die moeite doen. Naar beneden, dus we moeten hier langs die dude die hier staat. Prioem. Oké, daar gaan we dan. Rider Twan would like to battle. Een Meditite en een Bacon. Klinkt bijna als bacon, maar... Een krokodil en mijn espion. Hoe cure je eigenlijk ook alweer Shadow Pokémon? Een Bacon alsjeblieft. Nou, waarom Meditite? Ik wil Bacon. Ach ja, dan mijn Meditite. En ik kan volgens mij niet tegen Confusion. Maar gelukkig toch wel. What the fuck, Meditite. Geen hard jump kick. Please miss. Dat was een one-hit KO. Fuck. Dat is een fucking Meditite voor je. Ja, maar kom maar hier. Waarom kan een Bacon een Ember Attack? Shit! Shadow Rush of Bacon! Item! Oké! Op Meditite! Kom op! Please, Meditite, ga daarin! Ik moet wel een nieuwe Pokémon bijvangen. Anders duurt het veel te lang. Anders heb ik daar helemaal geen Pokémon. Ja? 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 Ta-ta-ta-ta-ta-ta! A Meditite was sent to the PC storage system. Numal! Janma's emotion rise of fever pitch. Dragon Breath. Nee. Nee. Critical hit. Fuck off. Espeon may be paralyzed. Please. Please, 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 please. Janma is in hyper mode. Call Janma. Confusion or Bacon. Als goed is moet hij nou weer rustig zijn. Ja. Ember. Fuck die shit. Fuck it. Waarom is iedereen zo verdomd sterk? En ik haat Paralyze. Want ja, tegenstanders mogen wel altijd. Janma, please. Ah, kom op. Geef hem een goede stoot. Nice. Please, Numel. Please. Een neerhaalaanval. Neerhaal. Boom. This Espeon heeft zoveel geluk. En Confusion. Nice. Numel feint. Ik moet dadelijk weer letterlijk helemaal teruglopen. Zie je, want Espeon is ook al dood. Oh, nou, deze aflevering gaat weer verdomd lang duren. Dat vind ik niet leuk. Makuhita. Boost. Shadow Rush 2 keer. Boom. Ik heb wel een Vital Throw, maar ik denk niet dat dat zoveel effect heeft op een Bacon, want dat is een draak Pokémon. En dat was een critical hit, daar was ik blij mee. Zo, dat was dat. Dat was dat. Yes, your Pokémon were shut down. You are bad and you should feel bad. Is hier ergens nog een healing? Nee. Ah, ik moet helemaal terug. Ik ga eruit knippen.
En daar zijn we weer, jongens. Want ja, ik heb even mijn Pokémon geheeld en een Pokémon geswitcht. Welke Pokémon er was, dat zien jullie zo dadelijk. Maar we gaan nu eerst die naar beneden. Daar kan ik niet heen. Yuki, laat me er langs. Kukuku. Oké, rijder Sosh. Wat hebben die allemaal voor fucking vage namen? Een Dunsparce en een Mareep. Badieuw. Mareep is best wel schattig. Croconaw en mijn Espeon. Wie is een Shadow? Dunsparce. Dunsparce wil ik wel hebben. Confusion op Mareep. Niet dat ik dadelijk weer dezelfde fout maak en die fucking dingen attack. Die Dunsparce. Is niet de bedoeling. Misschien toch ook wel. Nee, geen Jan, please. Het is heel leuk. Bite op Mareep. Confusion op Dunsparce, please. Eens kijken die Dunsparce nooit dood krijgen. Wat als dat doet bijna geen damage? Ga weg. Zelfs Mareep is nog niet eens dood. Wat? Jan, but it failed. En Espeon is in slaap gevallen. Espeon is fast asleep. Croconaw used surf. Zelfs dat doet bijna geen damage. Ga weg. En mijn Reap is dood. Daar ben ik blij mee. En Cacnea. Shit, neerhaal. Ik had al een vermoeden dat dat veel damage ging doen. Croconaw Shadow Rush op Cacnea. En ik wil een pokeballetje gooien met Espeon. Kijken dat het werkt op die Dunsparce. Dan hebben we de 2-in-1 aflevering, jongens. Ja? 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 Yes, we hebben ook al de Dunsparce! Whoop-tidoop-tidoo! Nailed it! Kijk niet, I used Pin Missile! Auw, nee, nee, niet op Espeon, nee. Espeon is alweer bijna dood. Fijn. Echt enorm fijn is dat. Waarom zijn al die fucking Pokémon zo moken sterk? Padam. Ah, Sosh doesn't know what to do. Sosh, jij moet opdonderen. Items. Potion. Ja. An awakening, please. Hyper potion. Use. Espeon, please. Is mooi zo. Verder deze kant op, denk ik. Want waar is Merobee? Ik wil die aardappel wel vinden. Hey, ik heb net mijn fucking dingen verneukt. En er is hier een fucking safe center. Fuck die shit. Hup, 7 snacks Pokémon.
Ja, ik wil mijn Pokémon restoren. Waarschijnlijk zit hij boven meneer Mirrorpie. Mirrorpie, dat klinkt net als een rapper, weet je. Hey, Afroman, waar ben je? Nee, niet Timo. Afroman. Ach, ga je dit menen? Hoe groot is het hier? Fuck dit. Ja, ga weg of zo. Jesus. Swablu en een Lotad. Hey, Swablu. Swablu is wel leuk om te hebben. Confusion op Lotad. Kijk maar eens aan hoe goed dat werkte. Swablu kan ik ook binnen 3 turns hebben. Sing, nee. Oh, mooi. Astonish. Ik zie nu pas dat fucking Lotad 6 poten heeft. Wat? Jeffrey, wat? What did I do all this time? En Lotad is de pijp uit. Hoe heb ik nooit kunnen zien dat Lotad fucking 6 poten had? Bel hem! Swablu! Croconaw is hit with recoil. Sing! Jigglypuff, Jigglypuff. Jigglypuff, Jigglypuff. Oh, daar zal ik me wel even mee ophouden voor jullie, want dat is verdomd irritant. Ja, Swablu, je bent van mij, je bent van mij, hoop ik. Ik hoop dat zit, ja, Swablu, waarom strippelen al die Pokémon niet tegen? Een Lombare. Shadow Rush. Niet veel damage, kut. Ah, belde met Attack Mist. Nee. Shadow Rush op Lombre. En ik ga op jou een Awakening gooien. Awakening. Ja. En zoals jullie konden zien, ik heb mijn Liloen of... Nee, jawel, Liloen. Heb ik ingerolen voor mijn Mantine van de vorige aflevering. Ja. Mantine vind ik een heel stuk cooler. Ah, please, get the fuck out. Ah, ga nou eens, please. Oh, ik word gek van deze game. Ik kan gewoon letterlijk geen fucking zak doen per aflevering. Fucking Lombre gaat nog niet eens dood. Fucking Croconaw kan ook geen drol. Die zit nog steeds in zijn fucking shadow mode. Oh yes, Espeon is level 32 geworden. Krijg ik weer een neerhaal. Espeon is nog net niet dood. Hier, Shadow Rush en Confusion, please. Is not... Ga weg. Shadow Rush. Ah, ga weg. Please. Nu weet ik al wel weer waarom ik deze Pokémon game haatte. Maar Beldum heeft zichzelf doodgemaakt nou, dus... En dan ga ik heel even snel op en neer lopen naar die... Oh,
naar dat save point ding. Ik ben alweer 20 minuten bezig. Waarom? Waarom kan ik niet gewoon eens een keer een aflevering maken zonder dat ik echt... die countloze fucking trainer battles worden me echt gewoon... Daar word ik echt gewoon helemaal scheidsjoris van. Het is echt niet grappig meer, man. Want ik moet nou alweer de aflevering stoppen. Ik kan gewoon geen drol doen per aflevering. Dus jongens, als jullie willen dat ik de trainer battle skip. Ja, dan moeten jullie het gewoon zeggen. Want dan ga ik dat gewoon doen. Want anders blijven jullie over en over dezelfde shit zien die, die je eigenlijk niet wil zien. Want jullie zouden eigenlijk gewoon wel verhaal willen. En nou is het meer, lijkt het net dat ik gewoon de game aan het uitmelken ben. Terwijl ik dat niet wil. Dus als jullie niet willen dat ik de hele tijd over en over die battles doe, dan moeten jullie het zeggen. Dan skip ik die. Ik skip ook de hele tijd top en neergelopen naar de healing pot elke keer. En dat ga ik ook doen, want daar word ik ook helemaal zonchagrijnig van. Ja. Wat nog meer? Ja, dat was het eigenlijk wel. Dus ik zou zeggen, jongens, doe een duimpje omhoog. Subscribe als je favorieten. Vergeet niet te abonneren op Chef Gaming en op mijn gamekanaal natuurlijk. En ik zie jullie graag dan de volgende keer weer terug als we verder gaan met Pokémon Colosseum. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe! Deze video werd mede mogelijk gemaakt door GamePC.nl, omdat de games het waard zijn.